Welkom bij Topnames. Iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Te gast is Nina Hof. Nina, je bent van ByFlow. Ja. Wat doen jullie? Wij ontwikkelen en verkopen 3D-printers aan de voedselindustrie. Dus specifiek 3D-voedselprinters. En dan verkopen we dat met name nu in het horeca-segment, hogere horeca-segment. En wat is een 3D-voedselprinter? Nou, om het heel makkelijk te maken, het is eigenlijk hetzelfde als een gewone 3D-printer. Alleen in plaats van plastic draden maken wij gebruik van cartridges. Vergelijkbaar met de inkjet-cartridges van vroeger. En die vullen wij met eten, met eetbare ingrediënten. En kun je daar eens voorbeelden van geven? Met welke ingrediënten kun je wel voedsel printen en met welke niet? De vraag is eigenlijk welke niet inderdaad. Maar in principe alles wat een pasta-achtige of puree-achtige structuur heeft. En dan kun je denken aan aardappelpuree, verschillende soorten groentepurees. Maar ook zoete ingrediënten, chocolade, merengue, marsepein. Vlees is zelfs mogelijk en verschillende zuivelproducten. En levert dat dan andere smaken op of andere vormen op? Andere vormen, ja. Het is vooral beleving. Smaken die, onze klanten eigenlijk altijd zeggen, als ik er iets vies in stop, komt er ook iets vies uit. Dus als ik er wat lekkers in stop, dan komt er ook wat lekkers uit. Ja, we zijn helemaal gericht op de presentatie van het eten. Wat voor markten moet ik dan aan denken? Ik zou me voor kunnen stellen dat een keuken, een chef, dat leuk vindt om gerechten te maken. Maar dan is het al snel veel te duur natuurlijk voor een gewoon restaurant. Dus, Het is wel het hogere segment. Waar moet ik aan denken? Hogere segment restaurants? Ja, hogere segment restaurants. Sterrenchefs? Sterrenchefs. In Nederland hebben we er een aantal. Die hebben een 3D-printer in de keuken staan. Ja, een 3-sterrenrestaurant. De Leest heeft erin staan. Park Boekhuis heeft een ster. Echt waar? Geweldig. Dus dat, dat zijn en wat voor dingen maken ze dan? Ja, van alles. Een chef is heel erg bezig altijd met zo'n gerecht. Hè. Ik heb daar ook in moeten verdiepen. In presentatie is super belangrijk. En alles is Instagrammable tegenwoordig. Dus Instagrammable food is de foodtrend van de komende jaren natuurlijk. Alles moet op de foto kunnen. Ja. En dan kom je gewoon niet meer weg met je kwakje puree hier en een bloemetje erop. Daar moet een signature aan gegeven worden. Daar moet iets aan gegeven worden dat iemand denkt van wauw, hoe is dit gemaakt? Hoe komt dit op mijn bord? Ja. En dat kan je met een 3D-printer heel veel aan toevoegen. Hey, waarom is het hoge segment? Is de printer nog zo duur? De printer is prijzig, is €3900. En je verdient hem redelijk snel terug als je hem op dagelijkse basis zou kunnen inzetten. Dan verwachten we dat je hem binnen een jaar kan terugverdienen. Dus dat is snel. Dat hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Want je kunt ook zonder, dus dan verdien je hem nooit terug. Dat klopt. Ja, dus dan moet je het echt voor de beleving ook gaan inzetten. Dus dan moet je hem inzetten als trekker eigenlijk naar je zaak. Nou, horeca is op dit moment heel erg booming. Er is ontzettend veel horeca gelegenheden. Mensen gaan graag uit eten. Dus ze zijn allemaal op zoek naar iets nieuws. En daarnaast dat stukje Instagrammable wat ik net al vertelde. Tegelijkertijd is er een enorm personeelstekort in de horeca. Op allerlei niveaus. Dus dat gaat van aan de chefs-koks die in de keuken staan tot aan de bediening waar tekorten zijn. En een 3D-printer neemt in die zin ook een klein stukje werk over. Het automatiseert natuurlijk een heel klein stuk van het werk van de chef. Want je drukt op een paar knopjes en daarna gaat hij die figuurtjes ook voor je maken. Dus je hoeft niks meer met de hand zelf te doen. Hey, leuk bedacht natuurlijk. Op een gegeven moment bedenken jullie dat. Want ik las ergens dat je met je broer en je vader dit begonnen bent. Ja. Hoe werkt dat dan? Koop je dan een 3D-printer in China die je een beetje modificeert? Of hebben jullie dit helemaal zelf ontwikkeld? Hoe is dat tot stand gekomen? We hebben de printer helemaal zelf ontwikkeld. Mijn broer is de uitvinder van de printer. Dus zowel de elektronica als de software als de hardware is allemaal... Want hij is echt totaal anders dan de andere printers. Want tegenwoordig wordt echt alles geprint. Hè? We zagen de eerste grote 3D-printers al in de bouw deze week op het journaal. Ja, metaalprinters voor Airbus en alles. Maar deze hebben jullie echt helemaal zelf ontwikkeld. Ja, kijk, uiteindelijk is het principe natuurlijk gebaseerd op wat elke 3D-printer heeft. Een X, Y, Z-systeem en er komt iets uit. Extrusiesysteem. Om het even heel technisch te maken. Wij hebben hem wel zo ontwikkeld dat hij uiteindelijk voor de voedselindustrie ook geschikt is. Alleen, we komen wel van een hele andere achtergrond. We zijn eigenlijk gespecialiseerd in verschillende materialen printen. Dus siliconen, keramiek en plastics. Yep. Dat was hoe we eigenlijk zijn geboren. Alleen, we hebben gewoon gezien dat daar de markt eigenlijk al behoorlijk vol van was destijds. En we hebben een niche gevonden met voedselprinten. En daar zijn we eigenlijk ingedoken en de innovators in geworden. Ja, en je zegt, wij zitten in het hoge segment. Nu beginnen natuurlijk vaak nieuwe ontwikkelingen. Bovenaan. Bovenaan. Dan gaan ze daarna naar beneden. Want ik zit
te denken aan, is heel Holland bakt over 2 jaar, hebben al die mensen ook hun eigen 3D-printer om hun taarten zo mooi mogelijk te maken? Hoe kijk jij naar die ontwikkeling? Nou, ik zou het heel leuk vinden als heel Holland bakt met die prints aan de slag gaat. Lijkt me hartstikke vet. Maar ik denk niet dat de consument heel snel met 3D-voedselprint aan de slag gaat. En dat heeft meerdere oorzaken. Eén daarvan is, als je heel goed de trends volgt, dan zijn mensen aan het eten onderweg. Dus ze vinden eten op locatie eigenlijk heel belangrijk. Waar ze op dat moment zijn, daar willen ze eten. Eten to go is een hele belangrijke trend. Als je naar New York kijkt, steden als New York, daar hebben mensen niet eens een keuken meer. Dus daar gaan ze niet eens meer staan koken. Nou, ik woon hier in Amsterdam. Ik woon op een hele kleine kamer. Ik kan me zo voorstellen, als de huizenmarkt zo door blijft gaan, dat straks ook geen keuken meer hebt, dat daar geen ruimte voor is. En daarnaast denken we dat mensen steeds meer uit eten gaan, steeds meer ook een stukje beleving aan het zoeken zijn. En ook een beetje aan het zoeken zijn, ik noem heel veel trends achter elkaar, maar naar hoe kan ik eten wat gezond voor me is? Hoe kom ik er nou achter wat goed is voor mijn lijf, wat goed is voor mijn lichaam? En dat kan zomaar heel anders zijn voor jou dan voor mij. Als jij veel sport of juist heel veel uitgaat, heb je een bepaalde levensstijl. Daar hoort een bepaald eetpatroon bij. En wij geloven dat technologie een tool is voor de toekomst. Dat is er nu nog niet. 3D-technologie een tool is om uiteindelijk gepersonaliseerd eten te kunnen gaan maken. Ja. En daar streven wij naartoe. Oké, dat zijn de grote trends die je benoemt. En ja. Die maken dat je denkt dat je hier succesvol mee gaat zijn. Ja. Jouw broertje is de techneut, zei je net. Ja. Die heeft het apparaat echt bedacht en ontwikkeld. Ja. Die techniek is natuurlijk één ding. Maar hoe krijg je vervolgens al die ingrediënten in de juiste kwaliteit beschikbaar voor jullie printer? Ja. Hoe doe je dat? Dat is een goede vraag. Nou, wij hebben eigenlijk met verschillende voedselexperts samengewerkt. En dat kan zijn van chefs tot aan food multinationals tot aan zelfs de retail, bij wijze van spreken. Ze hebben ons eigenlijk heel snel eigen geleerd van wat is printbaar en wat niet. Daar hebben we een bepaalde database voor ontwikkeld, voor recepturen. En daar putten onze klanten uit. Ja, want die kunnen zelf in een capsule ingrediënten maken die je vervolgens op jullie printer kunt aansluiten. Ja, het is een open cartridge systeem. Okay. Dus inderdaad, je kan gewoon zelf je ingrediënten vullen. Dus jullie leveren echt alleen het apparaat? Alleen het apparaat. Ja, en de software uiteraard omheen. We hebben ook een design tool ontwikkeld, afgelopen maand gelanceerd, Pyflow Studio. En dat is eigenlijk een platform waarop je nu heel snel van een afbeelding, een logo, een handgemaakte tekening naar een 3D-model kan gaan. Een van de vele vragen die wij het afgelopen jaar van klanten hebben gekregen, van goh, hartstikke leuk dat 3D-voedselprinten en jullie database fantastisch, meer dan 100 designs. Maar ik wil nu ook echt iets zelf en hoe ga ik dat nou doen? Ik las ergens iets over gepersonaliseerde taarten bij de Albert Heijn, dat je op een iPad iets kan tekenen en dat wordt dan direct ter plekke op die taart. Het is een pilot geweest een aantal jaar geleden inderdaad in de Albert Heijn XL in Eindhoven toen destijds de opening was. En zij waren, zoals alle Albert Heijns tegenwoordig volgens mij op de hele retail, eigenlijk op zoek is naar nieuwe belevingen ook in de winkel. Want de picknicks vliegen ons hier om de oren, zeg maar. Dan moet je toch nog steeds klanten trekken. Nou, ze hebben dat nu slim opgelost door natuurlijk real life koken in de Albert Heijn straks door te gaan voeren. Maar een van de dingen die ze hebben onderzocht is hoe zou dat met 3D-voedselprinten kunnen. Alleen zoveel jaar geleden was de technologie echt nog veel langzamer dan nu. Ja. En nog steeds is 3D-voedselprinten vrij traag. Er zou nog echt wel veel meer snelheid ontwikkeling moeten komen. Daar zijn we ook druk mee bezig. Geef eens een voorbeeld. Als een chef een mooi toetje wil hebben en op jullie site staan van die prachtige rastertjes van chocola. Ja. Ja. Hoe lang doe je erover om zo'n dingetje te printen? Gemiddeld, als het om kleinere stukken gaat, 3 minuten. Okay. Dus dat gaat toch redelijk snel. Je kan er meerdere achter elkaar printen. Meestal 4, 5. Dus dan staat die printer een kwartiertje te draaien. Als je dat meeneemt in je mise en place, dan zou een chef, als die 2 printers heeft bijvoorbeeld, tot 250 gerechtjes op een dag kunnen maken. Dus dat kan behoorlijk oplopen. Hey, en de ontwikkelingen daarin, hè, om het sneller te maken, kunnen jullie daar een rol in spelen? Waar zit de ontwikkeling daarin? Beide. Het is één natuurlijk technologisch gezien moet er flink ontwikkeld worden. Maar anderzijds ook één ding die we heel erg veel zijn tegengekomen is dat we veel meer moeten leren over dat eten en hoe eten reageert. En een van de dingen die we al hebben ontdekt is dat wanneer je bijvoorbeeld worteltjes wil gaan printen, worteltjespuree, dan maakt het heel veel uit of dat worteltjes waren van gisteren of dat worteltjes zijn van vandaag. Ja. Want dat heeft dan weer een andere consistentie, er zit wel of niet meer vocht in. Nou, datzelfde geldt bij wijze van spreken voor aardappelen die uit Nederland
Nederland komen of uit een ander land. Dus wij moeten veel meer leren van dat eten. En daar moeten we bijna een soort van artificial intelligence op los gaan laten om dat verder door te kunnen ontwikkelen. Dus daar zijn we druk mee bezig. Toch vind je, is dat, lijkt me dat ook wel een hele lastige, want je vertelde net, hè, je broertje zit tegen neus. Jullie komen ook uit die techniek, je hebt een printer ontwikkeld. Ja. En je moet je nu eigenlijk ontwikkelen richting een bijna een smakenmakelaar en gaan ontdekken hoe dat allemaal met eten werkt. Het is gewoon een totaal ander vak. Ja, klopt. Dus dat doen we ook niet zelf. Dat gaan we ook niet in-house doen. Dat hebben we ook echt besloten. Oké, daar partner je met andere partijen? Daar partneren we mee, ja. Dus met partijen zoals Verstegen, die kruidensauzen en alle andere ingrediënten levert. Met verschillende chefs en bakkerijen. Maar ook met andere food multinationals. En daar zoeken we echt de verbinding. Ja. Om een beetje een beeld te geven, Martinus, ik weet niet of jij dit kunt laten zien, maar ik heb op mijn scherm een paar voorbeelden staan van... Nee, zegt hij. Nee? Oh, we hebben geen aansluiting tussen... Even op Instagram kijken, byflow_3D. Ja, byflow_3D. Er staan prachtige dingen op, maar er staan bijvoorbeeld 3D geprinte knolselderijen. Ik denk, hoe werkt dat dan? Moet je dat dan eerst pureren of zo en dan in zo'n cartridge van jullie stoppen en dan kun je dat... Ja, je moet je eigenlijk voorstellen dat wanneer... Maar hoe wordt dat dan weer stevig? Niet. Niet? Nee, het is eigenlijk gewoon aardappelpuree wat je print. Als je, als je aardappelpuree op je bord gooit, dan blijft het ook zacht. Ja. Ja. Eigenlijk alleen maar met vlees bijvoorbeeld, wat je daarna afbakt of frituurt of in de oven stopt. Dat behoudt weer structuur. Chocolade ook, dat smelt je natuurlijk, dat wordt vloeibaar, maar daarna hardt het van zichzelf uit. En dat is nou eenmaal chocolade, dus krijg je weer structuur terug. Zo heb je een aantal ingrediënten die van zacht naar hard gaan, maar de meeste blijven toch puree of pastaachtig. Koekjes tegen kunnen we ook printen, pak je daarna koekjes van. Hey, als we even naar de techniek kijken, dat vind ik ook nog wel interessant. We hebben achter in het shot wat we straks gezien staat echt een antieke vintage MakerBot 3D printer. Je zei dat je broer daaraan had meegewerkt, toch? En volgens mij is het een hele oude, een van de eerste Ultimakers, zeg maar. Ja, klopt. En Floris, mijn broer inderdaad, die heeft meegeholpen om de eerste printers daar ook in elkaar te zetten. Ja, dus, ja dan hebben we het over 5, 6, 7 jaar geleden. Ja, 2000, dat gaat al richting 2009 hoor, 2010. Dus Oké, 10 jaar geleden bijna. Ja, ja. Wat is er sindsdien aan de technologie veranderd? Nou ja, daar sowieso heel veel, hè, want dat is echt plastic printen. Nou, dan zie je, je kon maar een paar dingetjes doen, hè? Rolletjes met draad. Ja, absoluut. Nou, je ziet nu natuurlijk allerlei soorten technieken. Eigenlijk bestaat 3D-printen ook al heel erg lang. Hè? Heel veel mensen vergeten het, maar 3D-printen bestaat al sinds de jaren 80. Dus dat is langer dan dat ik besta in de industrie. Ja. Inderdaad. En begin 2000 ongeveer zijn die patenten verlopen en toen zijn die ontwikkelingen gewoon keihard gegaan. Nou ja, wat is er allemaal ontwikkeld? Ja, ik denk dat er vooral naar de toepassing is gekeken. Ik denk dat er met de technologie uiteraard wel een aantal slagen zijn gemaakt om hem stabieler te maken, de technologie zelf. Maar ik denk dat vooral de toepassingen heel erg breed zijn ingezet. We hadden het net al even over huizenprinten, metaalprinten voor Airbus en voor raceauto's. Complexe onderdelen die normaal allerlei spuitgieten, technologieën of frees of leesnijden kan nu eigenlijk gewoon allemaal uit één stuk worden gemaakt. Dus ik denk dat we vooral heel erg moeten kijken naar de toepassingen van 3D-printen. Waarbij ik dan minder geloof in echt dat consumentenprinten en meer in de businesskant eigenlijk. Hey Jesse, als ik de foto's zie, dan denk ik, hè, dit gaat over vorm en over... En over schoonheid, zeg maar. Ja. En ik hoorde jou eerder zeggen, maar ons doel is eigenlijk dat wij voedsel op maat, dus per persoon afhankelijk van de persoon. Ja. Welke stappen moeten jullie zetten om van hier, van eigenlijk vorm, naar inhoud te komen? Ja, nou dat zijn er een heleboel. Wat ik net al zei, van we moeten veel meer leren over eten om die ingrediënten goed te begrijpen, maar om daarmee ook onze technologie te kunnen aanpassen. We moeten veel meer leren over eten zelf. Dus wat maakt eten bijvoorbeeld gezond en hoe ziet dat eten eruit? Wat is dan goed voor jou? Dus het heeft enerzijds heel erg aan de voedingskant zullen we hele grote stappen moeten zetten. En anderzijds zullen we de technologie moeten opschalen. De huidige printer van ons is zo groot, zeg maar iets groter dan jullie laptops. Nou, er kan één cartridge op dit moment in, dus je print in een kwartiertijd ongeveer 30 cc. Dat is natuurlijk niks als je een hele maaltijd moet kunnen gaan maken. Ja. Dus we zullen versnellingen moeten gaan vinden in, ook in het opschalen van die machines. Het veel groter maken van die printers. Waarbij we dan wel blijven nadenken over de kwaliteitsgarantie. Over de failure rate die natuurlijk heel laag moet zijn als je naar productielocaties gaat. Dus we hebben op beide gebieden een heleboel uitdagingen. En vandaar ook voor ons de grootste uitdaging om echt een goede partners te vinden die ons ook
de informatie van voedsel kunnen geven. En hoe, kun je iets vertellen over hoe dat proces bij jullie zelf is gegaan? Hè? Want als je zegt van we komen echt uit de 3D-printing, dan kan ik me voorstellen dat je eerste fascinatie is dat dat kan. Hè? Mm-hmm. En dan moet je als bedrijf, als organisatie, kom je uit op we willen eten op maat maken afhankelijk van mijn, of ik veel sport of niet, of ik vooruit ga of niet. Ja. Hoe hebben jullie met elkaar die stappen gezet? Ja, dat is een goede vraag, want je moet je voorstellen, we komen inderdaad uit zo'n andere achtergrond en dan zit je met 8 mensen op kantoor en dan zit je in een kamertje en dan denk je, ja, waar gaan we dit afkijken? Wie heeft dit eerder gedaan? Waar kunnen we hier iets van kopiëren, plakken, zeg maar? Nou, dat kan dus niet. Dus je gaat heel veel praten. Je gaat heel veel praten met de markt, met partijen, met name grote voedselfabrikanten die die ontwikkelingen ontzettend goed in de gaten houden, die heel veel stoeien met, voedsel is toch eigenlijk nog steeds een van de conservatiefste markten, als ik het zo mag zeggen, waar heel weinig in ontwikkeld wordt. En daar kom je gewoon vanzelf tegen dat dit hele grote behoeftes zijn. Maar ook als ik met restaurants praat, met chefs, die 85 verschillende menus bij wijze van spreken moeten neerleggen, omdat er mensen komen met allerlei dieetwensen, glutenvrij, lactosevrij, vegan, vegetarisch, en dan ook nog eens lekker eten moeten serveren. Dus mensen, de consument is ook heel erg bezig met eten op dit moment. En wat wil ik? En wat is goed voor mij? En iedereen draagt zo'n, tenminste een heleboel mensen, zo'n smartwatch, Fitbit, hoeveel stappen zet ik op een dag? En dan ga je naar de sportschool en dan zit iedereen enorm aan de eiwitshakes, omdat dat zo goed is. Dus we zijn ook een beetje lost, zeg maar. We zijn een beetje verdwaald. Ja. En wij denken dat technologie dus een tool zou kunnen zijn om met data, dus een deel met data, voor jou geschikte maaltijden te kunnen gaan maken. Jullie zijn met dat voedselprinten, althans als het klopt wat ik lees hoor, in 2014 of zo begonnen. Ja, het was Nutella. Okay, dat is Nutella. Experimentje. Okay. Experimentje. In 2015 had je €70.000 omzet. Ja. Zegt Sprout, dus ik denk dan heb je er een stuk of 20 verkocht. Of 15 of 20. Ja. Hoe was dat dan nu? En we doen eigenlijk geen aantallen meer noemen. Oh. Wel, vorig jaar januari... Vorig jaar zijn je al 100. 100, ja. En daarna hebben we gezegd, we gaan geen aantallen meer noemen. Want het gaat... Nee, dat is flauw. Dat is flauw. Nee, we zijn nu ruim boven de 200. Ja. Ja. Okay, dus het gaat nog niet hard genoeg. Dus is dat inmiddels rendabel? Of moeten jullie lange adem hebben? Nou ja, je hebt sowieso met producten heb je een lange adem nodig natuurlijk. Ja. Om je investering ook terug te verdienen. Maar ook dat hele systeem goed verder op te bouwen. Maar we hebben vorig jaar voor het eerst wel... we zitten bijna op break-even punt. Dus het gaat de goede kant op. Maar ja, we verdienen daarin ook gewoon aan een deel services die we verlenen rondom het apparaat. Dus het is voor ons niet alleen maar het apparaat wegzetten, maar ook meedenken over hoe kun je dat implementeren. En wat ik net al vertelde, van we zijn ook met de foodindustrie aan het kijken hoe kunnen we die apparaten vergroten, et cetera. Dus ook daar halen we onze inkomsten uit. Ja, het is geen eenvoudig apparaat, het is een precisieapparaat. Wordt dat hier in Nederland gemaakt? Je zit in Eindhoven. Het wordt bij VDL geproduceerd. Oké. Ja, en geassembleerd. Dus, grappig. Dus echt een Nederlands product in alle opzichten. Touchmade en... En het is ook een heel afwijkend design van de 3D-printers die we kennen. Het past echt in een keuken. Het ziet er heel transparant uit. Strak. Strak. Het is een beetje de stempel van Floris, van mijn broer, die enorm fan is van Apple en altijd gelooft in... Of toen hij zelf met 3D-printers ging werken, die printers, was er gewoon altijd één probleem. Hij moest dan in het weekend bij mijn vader een bedrijf van een FabLab was, werkplaats voor 3D-technologie, moest hij printers gaan repareren. En hij had zoiets van, als die printers er ook zo ingewikkeld uitzien en ze hebben 100.000 draden, dan gaan ze A, heel sneller kapot, en B, mensen hebben op een gegeven moment gewoon geen zin meer om ze te gebruiken, want ze snappen het niet. Mm-hmm. Ze begrijpen niet, dan moet ik dat kalibreren, en dan moet daar weer een draadje in, en dan moet daar weer iets verwarmd worden, en waarom moet dat dan tot 200 graden? Waarom is dat niet allemaal geautomatiseerd? En hij had zoiets van, als ik ooit een product ga ontwikkelen, dat heeft hij dus gedaan, dan moet het een apparaat zijn wat iedereen kan gebruiken, bij wijze van spreken zelfs mijn zus. Nou, dat ben ik dus. En ik heb een hele andere achtergrond, ben veel minder technisch. Ik kan goed met technologie omgaan, maar ik zou niet het engele geduld hebben om met zo'n printer te werken. Dus hij heeft eigenlijk met heel veel trial and error eigenlijk een product gemaakt waarbij je letterlijk op 3 knoppen moet drukken en het werkt. Ja. En dat zal voor de toekomst ook in onze productontwikkeling een heel belangrijk ding blijven.
Ja, nou zien wij hier ook altijd aan tafel dat een softwareproduct ontwikkelen, oké. Dat is ook een uitdaging, maar hardware is nog 1000 keer moeilijker. Krijg je met allemaal dingen te maken waar je nog nooit over nagedacht had. Is dat bij jullie ook zo gegaan? Absoluut. Over standaardiseren, over leveranciers, over kwaliteiten, over... Zo'n hele onderhandelen, onderhandelen. Waar haal ik het vandaan? Hoe kunnen we het maken? Dingen gaan kapot, een service, en reparaties, alles. De hele klerenzooi. Stickertjes, op een gegeven moment veiligheid. Jij hebt de leiding over dat bedrijf. Was dat voor jou ook een nieuwe wereld? Absoluut. Ik heb achtergrond in management in de zorg, heel iets anders. Ja. En Floris studeerde nog toen hij begon met het ontwikkelen van het product. Hij was net klaar toen we er eigenlijk samen een bedrijf in begonnen. Dus dan heb je eigenlijk ook nog niet zoveel van de wereld gezien, zou ik maar zeggen. Nee. En mijn vader die had meer een soort van creatieve werkplaats. Waar alles, hij was de uitvinder. Ja, waar alles mogelijk is. Hè. En je hebt een 3D-printer... De eerste printer van Floris was ook voor 70% geprint, dus bestond uit geprinte onderdelen. Onze eerste serie had ook nog geprinte onderdelen. Ja. Overigens, nog steeds zitten er een aantal geprinte onderdelen in de printer. Maar dan is het heel makkelijk, weet je, als je 20 van die apparaten moet maken, dan maakt het niet uit of je er 20 uur over hebt gedaan om ze in elkaar te zetten, of 2 uur. Maar ik neem aan dat jullie willen schalen. Ja, dus we hebben daarom, anders kom je ook niet bij VDL aan tafel, maar een product wat je nu in 3 uur in elkaar kan zetten. Onderdelen die repeteerbaar goed te produceren zijn tegen een redelijke inkoopprijs. Uiteraard wil je dat altijd flink constante drukken. Constante kwaliteit. Constante kwaliteit, absoluut heel belangrijk voor producten. Maar dat hele proces wat jij net noemt, ja, dat zijn we helemaal doorgegaan. En dan die hele logistiek van leveren en teruggestuurd krijgen en reparaties. Ja. Dat gaat gelukkig vrij goed. We krijgen weinig retour. Dat komt ook omdat we met name heel veel dingen online kunnen oplossen. Dus we kunnen telefonisch of met WhatsApp en foto's heel veel klanten eigenlijk al helpen. Het zijn vaak meer gebruikersproblemen dan dat het productieproblemen zijn. Mits ze niet op de grond hebben laten vallen, want die zitten er natuurlijk ook wel eens tussen. Ja. Maar dat hele proces, ja, dat hebben wij wel redelijk op orde nu, kan ik zeggen. Nee. Ja. Hey, over Johan Schaap vraagt hij over je businessmodel. Je gaf net zelf al een klein beetje aan. Hè? Het is niet alleen het geld dat we verdienen met het apparaat, maar we verdienen ook met diensten of met help eromheen. Ja. Is dat voor jullie nu een noodzakelijk ding? Of zie je op de lange termijn dat jullie een combinatie van verdienmodellen hebben rondom dit product? Nou, het is nu inderdaad noodzakelijk, want we hebben gezegd we willen als familie ook groot aandeelhouder blijven. Dus het is niet makkelijk om dan heel veel investeringen op te halen, zeg maar. En we willen ook echt gewoon een goede basis neerzetten van het bedrijf om goed te kunnen gaan schalen straks. En daar ook in profitable zijn. Of het voor de toekomst een businessmodel blijft. Ja, ik geloof wel in servicegerichte businessmodellen. Ik geloof dat het niet meer alleen maar op heel veel producten heel hard naar de markt is. Ja, misschien voor de consument. Maar als je naar bedrijven toe gaat, dan hangt daar eigenlijk iets, een heel pakket omheen. Ja, ontzorgen. Precies. Dus strategisch zet jij meer in op het platform eromheen? Ook, ja. En daarom hebben we ook die design tool nu gelanceerd. Ja. Een stukje software erbij. Supportverlening. We doen ook trainingen en workshops geven. Dus ik denk dat zeker... Kun je ook nog voorstellen dat straks op dat platform mensen moeten gaan betalen voor hele bijzondere designs? Om daar gebruik van te mogen maken, bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld als dat door bepaalde chefs is ontwikkeld wel. Ja. Dus kun je dat voorstellen? Heb je over nagedacht? Nee, je hebt Thingiverse, een van de grootste platforms waarbij je bijna alles gratis kan downloaden, maar echt voor de exclusieve een bedrag krijgt. Alleen dat gaat voor een deel naar Thingiverse zelf, maar dat gaat voor een deel ook naar de designer. Ja. Die dat natuurlijk heeft ontwikkeld en daar bepaalde rechten aan heeft ontleend. Ja, ik kan me dat voorstellen. Dat als een chef op een gegeven moment zegt van, hey, ik heb iets vets gemaakt, ik wil dat delen met de rest van de wereld. Maar wel onder mijn auteursrechten. Dan zou je natuurlijk wereldwijd naar een platform toe kunnen groeien, waarbij je daar weer een percentage van pakt en waarbij je eigenlijk die marktplaats gaat worden. Ja. Tussen mensen die dit soort dingen kunnen bedenken en anderen die het willen gebruiken. Nee, zo is MakerBot natuurlijk groot geworden. Ja. Dus zeker, dat is niet iets wat we vergeten. Alleen, ja, zoals ik net al zei, er zijn nu ruim 200 printers in het veld. De groep is nog niet groot genoeg om daar goed op te verdienen. Maar het gaat wel komen. Wat is de concurrentie op jullie gebied? Zijn er... Een aantal. In Europa hebben we er 2 en in China hebben we er inmiddels ook een paar. China volgt natuurlijk alles, kopieert, plakt.
Het is ook al een keer voorgekomen dat wij via Twitter zagen dat in Israël iemand had geclaimd dat ze onze printer hadden uitgevonden. En met 8 uur journaal items tot aan toe. Ja? Ja, dat is ook al een paar keer gebeurd. Dus in die zin, het gaat komen. Maar ik sta er ook wel voor open. Ik denk, we kunnen beter met z'n allen gaan pushen dan dat we dat in ons eentje blijven doen. Het is alleen aan ons de uitdaging om nummer 1 te zijn en te blijven. En daar doen we het denk ik heel erg goed. Hey, Johan die vraagt op Twitter, Johan Schaap, dat het ook wel bijzonder is dat je dat met de familie doet. Ja. Ja. Is ja. Dat, veel mensen zouden zeggen, ik moet er niet aan denken om met mijn vader en mijn broertje een bedrijf te beginnen. Nee, dat kan ik me voorstellen. Ja, nou goed, in die zin, toen wij begonnen, toen belden mijn broer en mijn vader me eigenlijk op. Ik was op vakantie op Bali. Zij werkte toen al best wel lang samen, dat ging hartstikke goed. Ja. Van, we hebben een derde persoon nodig, want we gaan midden met Start Bootcamp. En daar heb je een team voor nodig. Ik was op dat moment op een punt dat ik dacht, wat ga ik doen? Ik wilde graag misschien een MBA doen. En mijn vader heeft het eigenlijk goed aan mij verkocht. Hij zei, je kan 3 maanden meedoen met Start a Bootcamp. Een soort mini-MBA. En dan leer je altijd van, als je het dan niet leuk vindt, dan ga je weer wat anders doen. En eigenlijk kwamen we erachter dat met z'n drieën werken ontzettend goed werkt. En mijn vader is langzamerhand wel wat meer naar de achtergrond. Die is wat meer senior, zou ik maar zeggen. Dus ik doe het echt met mijn broer. Waarbij mijn broer de uitvinder is en heel erg van de kwaliteit en de details. En ik op de voorgrond de verkoop en de partnerships, et cetera, sluit. En ja, dat werkt super goed samen. Ja, dus dat is natuurlijk ook wel heel gaaf. Ja, dat is fantastisch. Is het ook een risico in de familie? Want natuurlijk, je ziet dat veel familiebedrijven dat wil ook nog wel eens knetteren. Ja. Van de andere kant, als je naar Nederland kijkt, dan de meest succesvolle bedrijven in Nederland zijn vaak ook familiebedrijven. VDL, je noemde het al. VDL, we werken er mee samen, maar ook de Jumbo's van deze wereld. Dus in die zin geloof ik er ook wel erg in. Alleen je moet wel hele goede afspraken met elkaar maken. Ja. En je moet je realiseren dat het soms heel erg knettert. En we hebben 1 hele duidelijke afspraak gemaakt. En dat is dat familie wel altijd voor het bedrijf zal gaan. Dat wij familiebanden belangrijker vinden dan commercieel belang, om het maar even heel plat te zeggen. Ja, maar dat is natuurlijk misschien ook juist wel de kracht. Ja, misschien is dat juist de kracht. Dus mocht het ooit zo ver komen... Maar die afspraak maken is nogal makkelijk, hè? Ja, maar dan nog eraan houden. Ja. Ja. Nee, ja, goed. Ik denk dat als dat er niet zou zijn, dan zouden we misschien nu al eerder geknetterd zijn. Ja. Ik denk dat je ook sneller op zoek gaat naar een compromis. Er ligt ook heel snel al een gevoel van vertrouwen. Je kent elkaar natuurlijk door en door. Je weet dus dat je elkaar niet een mes in de rug gaat steken en voor je eigen belang alleen kiest, maar dat je voor een gezamenlijk belang gaat. En ja, als broer en zus, en we zijn allebei nog vrij jong, toen we begonnen waren we ook echt groentjes. Ja. Maar je groeit daar eigenlijk in en dat is super vet. Ja, ik kan er niks anders van maken. Nee, snap ik. Hey, ik heb nog 1 vraag. Je zei van mijn achtergrond met mijn studie was ook gezondheid, gezondheidszorgen. Ja. En ik kwam een aantal berichten tegen waarin je eigenlijk de link legde ook tussen wat jullie aan het doen zijn, 3D-printing, wat ook heel erg belangrijk is voor de zorg. Leg dat tot slot eens uit. Ja, ik zal proberen snel te doen. Wat 1 ding van wat we zien is dat met 3D-print, waar we het net al over hadden, is heel moeilijk om structuur te printen. Dus je krijgt eigenlijk altijd zacht voedsel. Ja. Er is een vrij grote doelgroep, in ieder geval in Nederland, waar ongeveer 8% van de verpleeghuizen en 3% van de ziekenhuizen patiënten kampt met koude slikproblemen. Het kan allerlei oorzaken hebben. Dat kan komen dat je geen gebit meer hebt, slokdarm beschadigd is. Als je bestraling krijgt of chemotherapie, dat het mondgevoel gewoon heel pijnlijk is, waardoor je eigenlijk niet meer goed kan eten. Nou, dan zijn er 2 opties. Of je krijgt Nutri-drinks, kost €7 per drankje en is echt niet te eten. Ik zou het niet aanraden om dat ooit te proberen. Of je krijgt een soort van, zoals ik het bij mijn oma regelmatig heb gezien, alles door de blender, groente, vlees, aardappelpuree. Babymaaltijd. En bruine mash op je bord, 3 keer per dag. Veel plezier. Eten is beleving. En zeker voor een groep die ziek is en moet aansterken, waarin eten ontzettend belangrijk is, snappen wij niet dat je dan dat zeg maar voorgeschoteld krijgt. Want dat helpt jouw proces niet. Dus wat wij zien is dat veel zorginstellingen ons benaderen met de vraag, hoe kunnen we die printers nu inzetten om dat stukje beleving op dat bord eigenlijk terug te brengen, waardoor mensen weer plezier krijgen in eten. Ja. En daarmee dus weer aansterken, gezonder worden. En er zelfs wel eens onderzocht dat je 1 lichtdag minder in het ziekenhuis kan hebben als je maar goed eet.
Ja. Wat heel veel kosten kan besparen. Ja. Dus wij zijn nu eigenlijk een beetje aan het onderzoeken samen met die zorginstellingen van hoe zouden we dat dan kunnen gaan doen en hoe kunnen we dan ook dat eten mengen met bijvoorbeeld extra eiwitten om goed aan te kunnen sterken, ja, of bepaalde koolhydraten die nodig zijn. En dat is wat we eigenlijk... Dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van welke markten er allemaal nog open liggen voor dit soort technologieën. Ja, er zijn echt een heleboel. Ja, echt een heleboel. En aan jou is het om te kiezen. En aan mij om focus te maar daarvoor moet natuurlijk, moeten die apparaten, in wat je net al zei aan het begin, natuurlijk nog veel meer gaan kunnen. Met volume, snelheid, dat soort dingen. Maar dat gaat natuurlijk allemaal komen. We gaan van fun, wat het nu is, naar functional. Dat is waar we naartoe willen. En fun heb ik nu nodig om gewoon mijn bedrijf te runnen. Om geld te verdienen, om onze R&D ook zelf te kunnen bekostigen. Om ontwikkelingen te kunnen doen. En maar ook om heel veel van te leren. Hè, heel veel trial and error. En dan gaan we steeds meer naar de functionele kant. Gezondheidszorg, voedselverspilling. Precies. You name it. En we zullen er zijn. En we zien in de industrie al heel lang dat het gewoon functioneel is. Precies. Dus die kant gaat het gewoon op. Zeker. Ja. Mooie conclusie. Dank super, dank je vriendelijk. Ja, jullie ook. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd Bier & Co. voor de biertjes. Jetstream voor de livestream. PQR voor de hosting van de website. En Freedom Lab voor de gastvrijheid. Volgende week dinsdag zijn wij er weer. Dag. Dank je wel. Ja, jullie ook.